Dit is het Weerjournaal van maandag 3 november met vandaag. Man houdt politie uren zoet. Een feestelijke opening, Biep Weert. Dames en heren, een heel goede avond. Bewoners van de Blekerstraat beleefden zaterdag enkele spannende uurtjes. Een man hield zich urenlang in een woning schuil voor de politie. Uiteindelijk moest er een arrestatieteam aan te pas te komen om de man uit de woning te halen. Maar er gebeurde meer dit weekend. Maar we beginnen in de Blekerstraat, waar zaterdagmiddag in en om de woning in een appartementencomplex tal van agenten aanwezig waren die een man in de gaten hielden. Waarom de persoon werd gezocht is niet naar buiten gebracht. Maar hij hield het korps zaterdag wel uren zoet. De man bleef in de woning waar zich ook een vrouw en kind bevonden. Agenten probeerden met praten de man aan te sporen de woning te verlaten. Deze hield voet bij stuk. Aan het begin van de avond was de maat vol en kwam er een arrestatieteam die de man uiteindelijk oppakte en in verzekering stelde. Ook vandaag wilde een woordvoerder van de politie niet zeggen waarvan de man werd verdacht. Alle commotie en ophef ten spijt, de man werd de volgende dag alweer op vrije voeten gesteld. Diezelfde middag vond er op de Geuzendijk een ongeval met een fietser plaats. Een man was vermoedelijk door de gladde bladeren op het fietspad ten val gekomen. Het slachtoffer was met zijn hoofd op de grond terechtgekomen. In eerste instantie zag het er ernstig uit en werd naast een ambulance ook een traumaheli gealarmeerd. Uiteindelijk is de man gestabiliseerd en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de wijk Geent stond in de nacht van zaterdag op zondag een bankstel in brand. De afgedankte bank stond op de stoep op de Sint-Jozeflaan. Volgens omwonenden hadden enkele jongeren die zich eerder op de avond hier ophielden de bank in brand gestoken. De toegesnelde brandweer had de bank snel geblust. Gisteravond rond 6 uur werd op de snelweg A2 ter hoogte van de afrit Boshoven een man aangereden. Het bleek te gaan om een backpacker. Waarom de man met zijn rugzak plots op de rijweg liep, is niet duidelijk. De bestuurster van de personenauto kwam met de schrik vrij. Haar auto raakte flink beschadigd. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het onderzoek en de opruimwerkzaamheden was de afrit enige tijd afgesloten voor verkeer. Ruim 270 liefhebbers van wild namen gisteren deel aan de tweede editie van Buitengewoon Tafelen. Een culinaire tour langs 8 restaurants in de Weerter binnenstad. Na het succes van de eerste editie van Buitengewoon Tafelen vorig jaar kon een vervolg niet uitblijven. Een aantal restaurants ontvangt een tourbeurt een groepje gasten. Die krijgen ieder een klein gerechtje met bijpassende wijn voorgeschoteld. De tweede editie van Buitengewoon Tafelen stond in het teken van wild. En 8 restaurants deden mee aan dit culinaire evenement. Een kleine greep uit de gerechten. Bij restaurant Azië werd een hertenbiefstukje met pastinaakpuree geserveerd. Bij Hostellerie Munten stond een salade tiède van hertensucade. Wild zwijnham met wildjus en rozijntjes op het menu. Of wat te denken van een warm patérolletje van fazant en pistasnootjes en een kompot van appel en zuurkool bij de gotcha. De in totaal 274 wildliefhebbers die meededen aan de culinaire wandeling kregen in totaal bijna 2200 gerechtjes en glaasjes wijn geserveerd. Na afloop vond bij Café Het Zwaantje de gezamenlijke afsluiting plaats en hier werd nog lang nagepraat over het culinaire event. Dat de wijk Moezel over een zeer rijke historie beschikt, blijkt wel uit het feit dat de Weerterwijk nu ook een eigen boek heeft. En hierin staan verhalen beschreven over families en gebouwen uit vroeger tijden. Tijdens een gezellige bijeenkomst in buurthuis Moezel werd het nieuwe boek Moezel, namen en bijnamen onthuld. Ruim 2,5 jaar werkte een stuurgroep aan de totstandkoming van het boekwerk. Het 400 pagina's tellende boek vertelt het verhaal over het ontstaan van het gehucht Moezel. Tot voor enkele jaren was er nog maar weinig bekend over de wijk. De lancering van de website moezelweer.nl en een Moezelse middag in 2012 brachten hier verandering in. Monseigneur Wiertz, bisschop van Roermond, en Ger Koopmans, gedeputeerde van de provincie Limburg, onthulden het boekwerk. Moezel, namen en bijnamen, bevat verhalen en foto's over families en woningen.
Maar ook is er aandacht voor de vroegere tramlijn, de Moezelpeel en Moezelschans, en worden straatnamen verklaard. Het boek is in oplagen van 800 stuks gedrukt en de helft is reeds bij voorinschrijvingen verkocht. En nu al is bekend dat er geen tweede druk verschijnt. Wethouder Paul Sterk opende zaterdag de vernieuwde bibliotheek van Weert. En dat was tevens de start van de landelijke campagne Nederland leest. De bibliotheek van Weert heeft een compleet andere uitstraling gekregen. Het is een ontmoetingsplek geworden waar je terecht kunt voor een sociale babbel en een kopje koffie. Boeken vormen nog altijd de hoofdmoot, maar ook voor een film, cursus, bijeenkomst of lezing kun je terecht in de bib. Door het uitpakken van een enorm cadeau werd de hernieuwde bib officieel geopend. Onder het gekleurd papier lagen ruim 3000 exemplaren van Een vlucht regenwulpen van schrijver Maarten het Hart. In de landelijke campagne Nederland leest staat dit boek centraal. Het boek wordt uitgedeeld aan leden van de bib zolang de voorraad strekt. De bedoeling is dat mensen over het boek gaan praten en zo van lezen een gedeelde ervaring maken. Met een heerlijk stukje Weerter vlaai en bakje koffie werd nog nagepraat over de opening. En dat is precies waar de bibliotheek voor staat. Een gezellig praatje maken, een ontmoetingsplaats voor iedereen. Het was niet veilig in Weert zaterdagavond. Het krioelde van de geesten en spoken. Toch liepen veel moedige Weertenaren door de stad. In het kader van Weert 600 organiseerde Scouting Sint Maarten een Halloweentocht. De speurtocht door Weert was geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Hele families liepen zaterdagavond mee. Het was echt griezelen. Op veel onverwachte momenten doken griezels, geesten en spoken op uit het donker. Dus wie zaterdagavond veel gegil heeft gehoord, weet nu waar dat vandaan kwam. De deelnemers zelf hadden zich ook verkleed en geschminkt. En ook daar zaten akelige exemplaren tussen. Scouting Sint Maarten heeft alles uit de kast gehaald om er een spectaculaire tocht van te maken. En dat is in alle opzichten geslaagd. Zelfs Antje van de Statie was erbij met haar vlaai. Alleen zagen en Antje en de vlaai er iets anders uit dan we gewend zijn. De tocht eindigde in de blokhut van Scouting Sint Maarten. Daar werden de deelnemers ontvangen en wat er daarna gebeurde, dat weten we niet. Rio Stables aan de Koekoeksweg was de afgelopen dagen het decor van een International Horse Fair. Naast demonstraties en clinics op het gebied van paarden en koetsen presenteerde eigenaar Rini Rutjes zijn nieuwe boek. Tijdens de tweede International Horse Fair hield Rio Stables open huis. Eigenaar Rini Rutjes runt hier al enige jaren een trainingscentrum voor de menssport. De Weertenaar kende in het verleden tal van successen in de paardensport en geeft zijn kennis en ervaring nu door. Gedurende 3 dagen werden er op het bedrijf aan de Koekoeksweg demonstraties en clinics gegeven met paarden, met of zonder koets. Ook stonden er op het terrein diverse standjes met artikelen op het gebied van de paardensport. En natuurlijk koetsen in alle soorten en maten. Uit binnen- en buitenland waren belangstellenden naar Weert gekomen om een kijkje te nemen. Zaterdag presenteerde Rini Rutjes ook zijn nieuwe boek met Gevoel Mennen. Het boek bevat een selectie interviews met Rutjes uit het paardenmagazine Ros Magazine. Voormalig wethouder en raadslid Anton Kirkels kreeg zaterdag het eerste exemplaar overhandigd. En Rini Rutjes nodigde hem tevens uit om een keer plaats te nemen in een koets om de menssport eens mee te maken. Zorgcentrum Sint-Jozef in Nederweert heeft kleur gekregen. In het zorgcentrum hangen foto's van de Nederweerter Fotoclub. En thema dit jaar was Kleurrijk 2014. Voor de 3e keer organiseerde de fotoclub een expositie met foto's van haar leden. Gisteren werd de tentoonstelling geopend en is nu dagelijks te bezichtigen van 9 tot 5 uur. De Nederweerter Fotoclub is in 2011 opgericht voor en door fotoliefhebbers. Elke eerste zondag van de maand komen de leden bij elkaar om kennis en de laatste nieuwe fototips uit te wisselen. Tijdens een bezoek aan de expositie kunnen bezoekers een beoordeling geven aan de foto's. Onder de beoordelaars wordt na het einde van de expositie een wijnpakket verloot. En die uitslag wordt bekendgemaakt in het weekblad van Nederweert. De expositie in het zorgcentrum Sint-Jozef in Nederweert loopt nog tot en met 11 januari. Tot zover de journaalberichten. Dan is het nu tijd voor consumentenvoorlichting. En vandaag zijn we te gast in het Munttheater.
In het weekend van 28, 29 en 30 november, dan staat hier in het Muntheater Die Verkoofde Brood. John, als regisseur, kun je ons eens vertellen, waar gaat die komische opera over? Ja, het gaat over Hans en Marie. Die zijn verliefd op elkaar. En die maken plannen voor de toekomst. Maar dan blijkt dat Marie eigenlijk uitgehuwelijkd gaat worden aan iemand anders. En dat vindt ze niet zo leuk. Maar ze denkt van, ja, met Hans samen, dat redden we wel. Maar dan blijkt dat Hans een spelletje speelt. En hij staat haar af. Hij verkoopt haar. En vandaar de titel Die Verkoofde Brood. Dat vindt Marie natuurlijk helemaal niet leuk. Ze raakt in een diepe put. Maar dan blijkt dat het allemaal een list is achteraf. Dat uiteindelijk alles toch weer goed komt. En uiteraard krijgen Hans en Marie elkaar dan toch. Dus het loopt allemaal goed af. Waarom kies je voor zo'n productie? Waarom deze productie? Nou, we hebben een traditie van wat meer tragische opera's. Maar we dachten dat in het kader van Weert 600, een feestelijk jaar, dat daar ook een feestelijke opera bij paste. Dus vandaar dat we gekozen hebben voor een vrolijke, luchtige opera met een goed einde. Het is eigenlijk heel bijzonder dat jullie als Wok Muziektheater hier in Limburg zo'n op semi-professionele wijze nog die opera's op de planken brengen. Want hoe speciaal is dat? Ja, dat is echt heel speciaal. In de provincie zijn wij de enige die opera's brengen. Er zijn er in de landen nog wel een aantal meer, maar het wordt steeds minder. Het is natuurlijk heel moeilijk om zo'n grote productie op de planken te brengen. Er komt zoveel bij kijken. Zoveel mensen die je nodig hebt om dat te kunnen doen. En het kost natuurlijk ook een hoop geld. En dat is in deze tijd ook wordt steeds schaarser. Dus het wordt steeds moeilijker om te doen. Maar we zijn blij dat het dit keer weer gelukt is. Ja, jullie brengen elke 2 jaar een opera. Repetities zijn inmiddels in volle gang. Hoe kom je nou tot de samenstelling van jouw team, zeg maar, en de hoofdrolspelers? Nou, we hebben een vast team wat al een aantal opera's meewerkt. Voor decor, voor kleding, voor grim. Dat werkt natuurlijk samen met het technisch team van de Munt. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus dat is er allemaal al. We hebben natuurlijk de organisatie, het bestuur van de vereniging, die de zakelijke kant organiseert. En ja, voor de hoofdrolspelers zijn we natuurlijk iedere keer bij iedere productie op zoek naar die mensen die het beste bij deze productie passen. En daar houden we audities voor. Dus we hebben in Den Landen, in dit geval vooral bij jongere zangers gezocht en audities gedaan. En daar zijn een viertal heel leuke hoofdrolspelers uitgekomen. En ik heb zelfs gehoord dat er een circusact verwerkt zit in de opera. Ja, een van de leuke dingen van deze opera is dat na de pauze daar komt er een circus langs in het dorp waar het zich afspeelt. En we hebben een heel jong circusduo gevonden. Het Circus Cartoon heette ze. En die vullen die circusact op. Dus mensen die naar een opera komen kijken krijgen nog een prachtige circusact erbij. Het is nog zo'n 4 weken te gaan voordat het hier in het Muntheater staat. Wat moet er nog allemaal gebeuren? Nou, we zijn nu bezig met de laatste repetities. De doorlopen heet dat. Dus het hele stuk is nu in elkaar gezet. Alle overgangen worden gerepeteerd. En we moeten het stuk een beetje in ons lijf krijgen. Voor de koorzangers en de solisten allemaal. De dans komt er nog bij. Want de dansgroep moeten we zeker niet vergeten in deze opera. Dus dat komt allemaal bij elkaar. En dan hebben we nog een paar repetities om dat af te werken. En dan gaan we hier de Munt in. Dus 28, 29, 30 november in het Muntheater. Hoe kunnen mensen aan kaarten komen? Nou, het makkelijkste is gewoon hier bij de kassa van het Muntheater of via internet bestellen via het adres van het Muntheater. Van de komische opera Die Verkoofde Brood schakelen we over naar de komedie Kinderen Geen Bezwaar. In deze voorstelling zien we hoe het Gerard van Doorn vergaat na de laatste aflevering van de gelijknamige televisieserie. Hij heeft online een huisje in Frankrijk gekocht zonder het eerst te bekijken. Dat kan natuurlijk niet goed gaan. Dit is een ruïne, man. C'est une ruïne. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Isabelle et j'habite à côté. Je me disais que ce serait peut-être sympa de faire connaissance. Wat zegt u? Ik heb geen idee. Allez. Quand on partait de bonjour. Bonjour. Bonjour, Kiki Klassen van Zeg Eens A. Wat leuk om je nou eens live te ontmoeten. Ik ben Gerard van Kinderen Geen Bezwaar. En dat is Sinan, ook van Kinderen Geen Bezwaar. En wat is Kinderen Geen Bezwaar?
forever. We never will part and I will love you. But only be humbling for me. Hallo. Hallo. Ik had al eerder gebeld. Ja, dat weet ik, maar we hadden nog even geen wifi, sorry. Gerard wil een mangerietje openen hier. Een restaurant. Oh, dat weet ik allemaal niet. Het is een ideetje wat door mijn hoofd spookt. Iets voor alleen 's middags bijvoorbeeld. Hè. Een Franse lunchroom, hè? Een mangerie, petit mangerie. Charles de Foule, de Grand Boulevard. Bonjour, chef. D'aller ici. Wat gebeurt er allemaal daar? Maybe 100 different things within the measure oh, of no. A day. Oh, non, je t'en prie. Je suis malheureux. Chez Gérard. Chez Gérard. Bienvenue chez Gérard. Petit bistrot charmant avant la lettre. Bienvenue à la douce France. Et à propos, nous n'avons pas de punaises sur le trottoir. Bravo! Bravo! Een uniek en onverwacht koppel, de Friese voorman van de kast en de Limburgse zanger van bluesmuziek. Samen brengen zij een luchtig liedjesprogramma met meerstemmige zang en aanstekelijke praatjes over de spanning van elkaar willen begrijpen, of het nu in het Fries, Limburgs, Engels of zelfs Nederlands is. We zijn heel blij dat wij in jullie theater mogen spelen. Mijn naam is Wiebe Kaspers en ik heb de eer om aan u voor te stellen, jawel, de Limburgse zanger Siep van der Ploeg. Goedenavond, mensen. Fijn dat jullie vanavond zit. Ja. Ja, sorry. Excuses voor die man naast mij. Goeien, beste mensen. En dan ga je zeggen van... Ik heb er heel veel zin in. Oh, ik had er een protte nocht in. Nocht? Ja. Ik had er een protte nocht in. Ik speel Geer in Wiertje. Vooral bij Brigitte en Weert. Want dat kan wat gebeuren. Het schoonste woord uit Weert. Het schoonste woord uit Weert. Is. Dan komt ie. Paddenmoerk. Paddenmoerk. Nee, moerk. 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 Paddenmoerk. Weet je wat ik tegen? Kikker. Paddenmoerk. Nou, die hebben we. Ja, die hebben we. Refrein. Nou, en dan weer even terug naar dat introotje. Een verschil is er aan de link. Een verschil is er aan de Ik kan er helaas vanavond niet bij zijn, maar ik speel heel graag bij jullie op 15 november tijdens het 40-jarig jubileum van het prachtige theater. En dat doe ik samen met deze hele beste meneer uit Limburg en met die andere diepvries, Wiebe Kaspers. En ik, wat ik heb verwacht is in, ja, ik vind de liedjes fantastisch. We hebben heel veel liedjes samen geschreven, half Fries, half Limburgs, en ik ben er heel groot op. Ik heb er niet zo heel veel aan toe te voegen. Hartstikke mooi gezegd, G. Prachtig. Nou is dit toch niet een vertaalgeit. En ook de volgende voorstellingen zijn de komende tijd in het Muntheater te zien. Op vrijdag 7 november brengt Mon Amour met BZN-drummer Jack Veerman een eerbetoon aan 50 jaar Paling Sound met de beste muziek van Volendamse bodem. De Cats, BZN, George Baker, Jan Smit, Nick en Simon en de drie J's. U hoort ze allemaal.
Theaterlegende Willeke van Ammerooy speelt samen met Noortje Herlaar en Eva van de Weideven het verhaal van de jonge Agnes, die zonder ooit een man te hebben aangeraakt in het klooster bevalt van een kind. Toneelvereniging De Mantel maakt zich op voor een jaarlijkse voorstelling in het Muntheater. Karin Rosbergen schreef het nieuwe blijspel Happy, dat op woensdag 12 november in het Muntheater te zien is. Op geheel eigen wijze laten dames voor naar vieren zien wat er allemaal kan gebeuren in het leven tussen bruids- en grafwerk. Door hun unieke eigen stijl van slapstick, snelheid en felle satire zijn de dames uniek in de wereld van het cabaret. De serie Muziekmatinees wordt dit seizoen geopend door de Georgische pianiste Ninoush Vedatse. Zij brengt op zondagmiddag een soloprogramma met werken van Frans Schubert en Claude Debussy. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten op www.muntheater.nl.